Jorgen, het is Dabbelzee vandaag met een nieuwe video. Zoals je kunt zien is het eigenlijk zo weer een video, ja, een beetje anders, hè, man. Ik moet er eerlijk in zijn. Maar goed nieuws, de gameplays zijn gerecord. Waaronder ook iets exclusiefs, denk ik, want ik heb nog niet echt veel gezien op YouTube. Dus wacht maar even, komt allemaal in orde. Maar waarover gaan we het vandaag hebben, zoals je in de titel kunt zien. Ik denk, mannen, ik wil deze al een lange tijd bespreken eigenlijk. Want dat ligt een beetje op ja, ik denk iedereen zijn leven, als ik dat zo mag zeggen. Maar het gaat ons eigenlijk allemaal wel aan. Waarom? Waarom beter gezegd, het is onze generatie, onze toekomst. Het gebeurt met ons, het is ons land. Dus we gaan gewoon erin vliegen. Waarover wil ik het eerst hebben, mannen? Dat is ja, onze regering, parlement. Weet ik veel hoe dat ik dat moet noemen. Ik ga het zo zeggen. Ze zeggen wel in de krant en op het nieuws en zo verder. Ja, we moeten besparen. België heeft besparingsproblemen. Weet ik veel wat. Hè? Te veel schulden. Hoeveel miljard is er al? Een grote put. Het gaat niet goed. Weet ik veel dit en dat. Het gaat gewoon niet goed, zeggen ze. Of het gaat ineens wel goed. Maakt niet uit, maar we hebben te veel schulden. Oké, okay? Daar zijn we het allemaal mee eens, hoop ik. Nu, waarom kijken die hoofdverantwoordelijken, die mensen die daar wel over praten en een oplossing zoeken, en dat zijn dan duizenden mensen. Oh ja, ik weet niet anders, hè? Al die parlementsleden, secretarissen, staatssecretaris, weet ik veel wat dat je allemaal hebt. België heeft een heel groot ding van zo'n hoofd, weet ik veel wat. Maar nou, je begrijpt me sowieso. Maar die moeten allemaal betaald worden. En die worden niet zomaar betaald. Nee, dat is een hoge, dikke prijs. Veronderstel ik. Als je dat zo ziet, nieuws hè, met die auto's en de Porsche en dit en dat. Dat zijn geen simpele mannen natuurlijk. En gaan die ooit, die crisis dat we nu hebben, of oh, misschien is het voorbij, maar weet ik veel wat. Gaan die ooit de crisis voelen? Ik denk eerlijk gezegd nee. Die mannen blijven zakken vullen. En uiteindelijk uit wie? Allee, van wie komt dat geld? Van ons. Ah ja, wie betaalt belastingen? Wij, overheid en dat. Weet ik, dat wordt allemaal uitbetaald en wij zijn degene die het betalen. En zij gaan dat nooit voelen. Die gaan nooit ineens een 1000 euro minder verdienen of een 500, weet ik veel wat. Die zullen dat nooit echt hard voelen, die topmannen. En dat vind ik een beetje stom, want hoeveel topmannen zijn er niet? Doet dat maal zoveel en dan komt een serieus bedrag uit. Hè? Dan kun je op een paar jaar pak toch wel een paar miljoen besparen. Allee, zo denk ik dan. Zo van die domme investeringen, weet ik veel wat. Waarom? Ja, ik ben dat hier nu tegen jullie aan het vertellen, maar ja, dat gaat waarschijnlijk niet veel uitmaken, want ja, wie gaat er naar mij luisteren? Nee, het is niet dat een van die topmensen, sorry voor dat licht, even naar mijn video gaat zien en denkt, mannen, hij heeft gelijk. Nee, wij kunnen er niks tegen doen, denk ik. Het zijn zij die moeten beslissen over ons land. En ik vind dat ze een beetje oh, rond de pot aan het draaien zijn, als ik dat zo mag zeggen, is een beetje een uitdrukking gebruiken. En dat stoort mij, dus dat wou ik even kwijt. Waarover wil ik het nog kort hebben, mannen? Dat is ja, die ebola, hè, als dat naar ons komt, ja, weet ik veel wat er gaat gebeuren. Hè. Geen stress, mannen. Oké, okay, ze hebben misschien geen medicatie. En ze zijn misschien fucked als je op een bus of zo. Ene zit met ebola uit. Degene dat naast je zit dat ook. En dat verspreidt. Maak je allemaal geen zorgen, mannen. Allee, we zijn België, weten. We zijn een van de rijkste landen ter wereld, denk ik. Nee, al sowieso niet. Maar ik denk dat we niet arm zijn. Ik zal het zo zeggen. We hebben niks tekort. Allee, dat wordt allemaal hè, met die werkloosheidsuitkeringen en zo verder. Op zich, we hebben niks tekort, hè. Goede opleiding, veel werkervaring. We zijn gegeerd op de arbeidsmarkt, weet ik veel. Cool, dat even kwijt, mannen. Dat zit hier al lang in dat kopje. Ik denk, hé, met jullie, dan zijn jullie wat meer hé, op de hoogte. Maar cool, dat is ook het doel van deze video. Van jullie weten wat dat jullie ervan denken. Dus wat denken jullie van ons België, ons Belgelandje? De economie, de crisis, ebola, weet ik veel wat. Schrijf dat allemaal hieronder, man. Ik ben eigenlijk echt wel benieuwd. En dan zien we jullie de volgende keer. Want er komt zeker en vast meer. Dus laat alvast een groen duimpje omhoog achter of een blauw duimpje. Maakt allemaal niet uit. Een comment zeker en vast. En subscribe voor meer. Deze was Dabbelzee. Tot de volgende keer. Ciao.